beleggingsrisico is eigenlijk het risico dat je je verplichtingen niet haalt. De verplichtingen, of het nou gaat om een verzekeraar, een pensioenfonds of een particuliere belegger, dat is eigenlijk de maat der dingen, dat is de doelstelling waarvoor je belegt. En het risico is dat je die doelstelling niet haalt. Op korte termijn vinden we het grootste risico deflatie. Daar heeft iedereen het over. Maar dat is ook een redelijk scenario. Zeker met de olieprijzen die verder dalen, is het niet ondenkbaar dat de prijzen echt gaan dalen in plaats van een klein beetje blijven stijgen. En het vervelende daarvan zou zijn dat het zichzelf versterkt. Dus consumenten gaan minder uitgeven, bedrijven hebben helemaal geen zin om te investeren. Dat zou vervelend zijn. Dat is overigens niet ons basisscenario, wij denken dat het wel meevalt. Als je nou kijkt naar de lange termijn, dan is het eigenlijk het risico dat de groei helemaal niet meer uit de startblokken komt. Dus dat we wat we nu ervaren, de komende 5 of 10 jaar blijven houden. Dat zouden we heel vervelend vinden, want dat duwt namelijk het hele gebouw van rendementen naar beneden. Wij moeten altijd beleggen voor onze klanten. Onze klanten hebben een probleem waar beleggingen een oplossing voor zijn. En altijd moeten wij zoeken naar beleggingen die een redelijk rendement geven in elke omgeving. Nou, het rendement op staatsobligaties, of obligaties in het algemeen, is onredelijk. Het is heel erg laag. En de kans is niet groot dat je op obligaties heel veel extra rendement maakt, want de rente is al zo laag. Als de rente lager gaat, stijgt de waarde van de obligatie. Dat zit er eigenlijk niet veel verder in. De 10-jaarsrente kan nog naar 0,5% gaan, maar naar 0 of onder 0 kan die niet komen. Dus daar is het einde bijna in zicht. Als alle rendementen op een lager niveau komen te liggen, dan is er nog steeds een risicopremie op aandelen. En wij denken dat de omgeving voor ondernemingen, voor bedrijven om winst te maken, toch nog helemaal niet zo slecht is. Dus wij blijven onze kaarten zetten ook op aandelen, die wel wat overwegen ten opzichte van die zogenaamd veilige staatsobligaties, die nu helemaal niet meer zo veilig zijn. Ja, dat is het hele specifieke punt van verzekeringsbedrijven. Zij hebben met speciale kapitaalbuffers te maken, dat noemen we de Solvency II-eisen. En die Solvency II-eisen die modelleren wij. En wij zijn op zoek naar beleggingen die voldoen aan de Solvency 2 criteria. En proberen daar zoveel mogelijk uit te halen. En op dit moment zitten we met name te kijken naar wat minder liquide beleggingen, zoals infrastructuurleningen, leningen op onroerend goed, commercieel onroerend goed. Die op zich wel risicovol zijn, maar waar een timingselement in zit. En we kijken wat voor risicoklasse het echt is, door ze te vergelijken met wat op de beurzen genoteerd is. Dus zo dicht mogelijk te komen bij wat wij dan in het Engels noemen de liquid comparator. Waar komt het in de buurt van wat je al kent en wat je zo in beurswaarderingen en koersen kunt terugvinden. Op die manier proberen we verzekeraars te helpen met het zoeken van beleggingen die complementair zijn aan wat ze over het algemeen nu al hebben. Kristallenbol heeft niemand, maar het is ook zo dat een heleboel van die situaties die zullen voorkomen wel een klein beetje lijken op een andere. En wat dan eigenlijk de kunst is van onze risicomanagers, is dat we daar een correlatiematrix bij zoeken. Dus hoe hangen de aandelenrendementen samen met de obligatierendementen, met de onroerend goed rendementen, die zo goed mogelijk lijkt op zo'n risico-event. En daar kunnen we dan snel mee schakelen. We kunnen snel doorrekenen als we zoiets opeens aanzien komen, wat de consequenties zijn en hoe we alsnog iets kunnen doen in die portefeuilles. Ja, kijk, een forum is altijd, dat is het woord ook, een plaats waar ideeën worden uitgewisseld. En ideeën uitwisselen is ontzettend belangrijk. Bedrijfsblindheid voor jouw strategie, te midden van tientallen andere strategieën die net zo redelijk zijn als jouw strategie, dat is gevaarlijk. En ik denk dat zo'n forum een prachtige plaats is om die bedrijfsblindheid te voorkomen. Dat is ook risicobeheersing.